Iedereen, leuk dat je kijkt naar een gloednieuwe video op mijn YouTube kanaal. Vandaag heb ik de Q&A die heel vaak gevraagd is wanneer ik hem nou zou opnemen. Nou, maar deze, ik neem hem op. Ik heb maar liefst 32 vragen gekregen op mijn foto die ik had geüpload op Instagram 2 weken geleden. Ik ga ze lekker met jullie beantwoorden. Er staan ook een paar vragen bij die ik binnen heb gekregen via Snapchat. Volg je nog niet op Snapchat, dan zou ik dat zeker even doen. Want dan zie je hier ergens in beeld, zie je mijn Snapchat staan. Oké, laten we snel beginnen met de Q&A. Dan ga ik altijd even mijn reacties laden. Oké, vraag nummer 1. En deze komt van ff.vink. Wat is het leukste concert waar je ooit bent geweest? Ik denk toch wel Ariana Grande. Omdat dat was gewoon zo ontzettend leuk. In het Ziggo Dome. Ik ben ook naar Fifth Harmony geweest trouwens. Er staat ook een vlog online. Het was mijn vorige video. Die staat ook online. Maar dat vond ik iets minder. Omdat ik had meer show verwacht. Het was ook wel een show. Maar het was niet echt zo van. Omdat ik meestal zie in Amerika. Weet je, met lampen en effecten en dat soort dingen. Dus dat. Ik denk toch wel Ariana Grande. Oké. C_DHX. Vraag, als je moest kiezen tussen Be Brave of Type of Y, wat zou het dan zijn? Ik denk dat ik voor 50-50 ga. 50% Type of Y, 50% Be Brave. Omdat ik gewoon niet kan kiezen. Het is zo moeilijk om tussen die twee bands te kiezen. Dus ja. Demi met 2 i's, Hartjel _, vraagt, wie vind je het leukst van Be Brave en waarom? Ik denk toch wel Dionny, Samuel en Kai. Omdat hun gewoon het vrolijkst zijn. Nou, ik begin ook wel meer, hoe heet dat, Jay te respecteren. Of meer, zeg maar, dat ik echt zo van denk van, oh, hij is ook best wel aardig. Ik denk toch wel iedereen, want ja, ik kan niet kiezen. Dan vraagt xkiki.n, komt er nog een vlog van The Bad Tour? Zoals jullie weten heb ik dat best wel vaak getweet. Ik ga denk ik niet naar de Bad Tour, omdat, lang verhaal. Lang verhaal gewoon. Ik laat even kort, ik zat in het promotieteam en ik ben er een soort van uitgegaan, omdat ik echt geen tijd meer had om dat te doen. Omdat ik ook gewoon wil gaan focussen op school en op mijn stage. En gewoon ook op mijn video's, omdat ik gewoon betere video's wil maken voor jullie. Dus dat. En dan vraagt Ingeborg YPL, wat vind je van Justin Bieber? Nou, ik begin zijn muziek ook wel een beetje leuk te vinden nu. Van What Do You Mean and Sorry. Dat vind ik echt leuk. Je ziet echt wel dat hij is veranderd ook. Justin Bieber. En Justin Bieber, kom op. Oké, it's YPL. Jee, maar wat hebben veel mensen YPL in hun naam staan. Als je ooit iemand van Be Brave mocht zijn, wie zou dat dan zijn en waarom? Ik denk toch wel Cassius, omdat hij best wel goed kan dansen. En ik heb ik heb 8 jaar lang op dansen gezeten. En daar was ik erg blij mee. Dus dat is dat ik gewoon kan dansen, zeg maar. Daar ben ik ook wel blij mee, zeg maar, dat kan. Laat ook even weten in de comments wie jij van Be Brave zou willen zijn, hieronder. Dan het zou echt leuk zijn. Oké. Zelfde meisje die vraag ook stelde was, als je ooit iemand van Type Y mocht zijn, wie zou het dan zijn en waarom? Ik denk Noor. Omdat Noor gewoon een schatje is, zeg maar. En iedereen van Type Y is een schatje, kom op. Hoe lief zijn ze? Oké, mij leidt een vraag, hoe heb je Jamira leren kennen? Ik heb Jamira leren kennen via Be Brave. Omdat we een keer had ik getweet van, oké, ik ga naar de eerste daytour ofzo. En toen vroeg ze of ze mee mag met mij. En toen zei ik van, oké, dat is goed. En door Be Brave zijn we elkaar beter leren kennen, zeg maar. En dat is wel chill. Want met Be Brave, als je fan bent van Be Brave, leer je wel nieuwe mensen te kennen. En ik heb ook heel veel vrienden leren kennen. En heel veel nieuwe mensen leren kennen. En zo is dat wel chill. HTTP.deen met 2 m'en. Vraagt, wat is het leukste wat je ooit hebt gedaan? Ik denk toch wel. Dat is moeilijk. Ik denk toch wel naar Ariana Grande qua vlogs. Wat ik heb gevlogd. Vind ik Ariana Grande wel een leuk concert hebben.
Dus wat ik ooit heb gedaan is... Vroeger in... Ik heb best wel last van hoogtevrees. Dus het was best wel leuk voor mezelf om mijn angst te overwinnen. En ik ben in de Euromast gegaan. En dat heb ik helaas niet op beeld of zo. Maar ik ben er wel in gegaan. En dat vond ik doodeng. Dus ik denk, oh nee, dat doe ik nooit meer. En ja. Oké. Okay. Isabel Einstein Meijer of zo. Vraag, wat zou je ooit nog een keer willen doen? Ik denk dat ik ooit nog weer een keer zou willen doen. Ik denk toch wel uit een vliegtuig springen. Dat lijkt me echt super leuk. Of flyboarden. Ja, flyboarden lijkt me ook wel heel erg vet om er ooit een keer te doen. En voor de rest geen idee. HTTPD die vraagt hoeveel abonnees denk je dat je nu hebt zonder te kijken. Die kan ik helaas niet beantwoorden omdat ik dat al heb gezien. Ik heb iets van 428 abonnees op dit moment. Ik ben er super blij mee, want verleden jaar had ik er maar rond deze tijd had ik er 30. Had ik er 30. En dan heb ik er nu gewoon bijna 400 bij gekregen binnen een jaar. Echt super nice. Dus thank you voor het abonneren. Oké. HTTPD die vraagt, wat voor video vind je het leukst om te maken voor je YouTube kanaal? Ik denk toch wel de vlogs. Dat vind ik super leuk om te maken. Omdat ik ook laat. Ik zat gisteren een vlog te kijken. Vlogmas. En dat ik naar Maastricht gegaan ben. En ik denk ik wel veranderd in hoe ik vlog. Mijn kwaliteit is sowieso wel beter geworden. Want ik heb gewoon een professionele camera aangeschaft. Want toen filmde ik alles wat heel veel mensen ook niet weten. Dat toen ik alles met mijn telefoon filmde. Dus filmde ik echt zo, weet je wel. Met mijn telefoon. Dus vlogs. En natuurlijk vind ik alles leuk wat ik op mijn YouTube kanaal doe. Oké, volgende vraag is van Elona Nora FPM of zo. Leukste Bebrave concert. Ik denk toch wel in Beverwijk. En dat vond ik echt een heel leuk optreden. En dus dat. Oké. Gaia Beeps vraagt, waar ben je bang voor? Ik ben heel erg bang voor spinnen, krokodillen. Vind ik echt dodelijk eng. Slangen, ugh. Dan moet je echt niet bij mij in de buurt komen met een fucking slang. Want dan ben ik ook gewoon bang en dan ga ik gillen. En voor hoogtes ben ik bang. Ilona Lubbers vraagt, waarom ben je begonnen met YouTube? Ik ben begonnen met YouTube omdat ik gewoon een leuke herinnering wilde hebben voor later. Omdat ik dan altijd nog kan terugkijken of terug kan kijken zo van oké, dit heb ik dat gedaan, toen heb ik dat gedaan, toen heb ik dat gedaan, toen heb ik dat gedaan. Echt super leuk om dat te doen voor later ook. Echt, je moet heel veel filmen voor later, omdat je dan altijd nog een herinnering hebt voor later. Romy Krommers vraagt drie dingen die op je bucketlist staan, wat je heel graag wil doen. Ik denk toch wel parachute springen, lijkt me echt super vet om ooit een keer te doen. Ik moest er drie opnoemen, ik heb er nu één. Ik denk toch wel in een film of zo spelen, lijkt me ook heel erg leuk. En om een bucketlist doen, dat ik mezelf verbeteren met YouTube, dus echt gewoon... Een MacBook kopen, een nieuwe vlogcamera, want ik vlog nu altijd met mijn Nikon. En ik wil gewoon een compact cameraatje, want meestal vergeet je altijd te vloggen met een hele grote camera. En ik wil softboxen. Dus dat is wat je ook. Oké. Demi _ BNL zegt, werd je gepest? Zo ja, wil je daar een video over maken? Helaas ben ik ook gepest en ik ga daar geen video over maken. Want ik heb dat hoofdstuk een soort van mij afgesloten. En nu ben ik gewoon heel erg blij. Dus nee, ik ga er geen aparte video over maken. Misschien ooit een keer een vlog of zo. Maar nee, ik ga er geen aparte video over maken. Oké, welke WhatsApp smiley gebruik jij het meest? Ik denk toch wel die... ik heb er drie. Dat poppetje met die hartjes ogen, die gebruik ik heel veel. Het hartje, zeg maar. En... welke emotie gebruik ik nog meer? Het hel- en lachpoppetje. Die gebruik ik ook heel veel. Dus de standaard eigenlijk. En dan iemand vraagt
Aniek vraagt als je moest kiezen. Niemand lacht als je een grap maakt of iedereen lacht altijd om je, ook als je serieus bent. Ik denk de laatste. En dan vraagt PJ_X favoriete seizoen. Dat is toch voor mij de zomer. Of nee, en de winter. Want in de winter vind ik dat leuk voor kerst en zo. Oké, dan waren dit de vragen van Instagram. Dan gaan we nu over op de vragen van Snapchat. En iemand die... Ik ga dus nu zeg maar een Snapchat openen. En de eerste is Davy Torenstra. Oké, ik kom nu. Hoi, zou je nu op mijn kanaal een kijkje willen nemen en zeggen wat je ervan vindt? PS, je kanaal is top. Oké, PS, je wat? Oké, ik ga hem nog een keer luisteren, want dit is ik hoor het niet. Sorry. Hoi, zou je nu op mijn kanaal een kijkje willen nemen en vindt? PS, je kanaal is top. PS, je kanaal is stom. Dank je. Echt, thanks. Had ik wat aan, ja? Hoi, ik had een vraagje. Welke opleiding doe je en wat wil je worden? Oké, dat is een hele goede vraag. Ik doe de opleiding Sign en op het grafisch. Echt super chill. En wat ik hierna wil gaan doen is... Ik wil hierna heel graag naar de dansacademie van Lucia Martels. Dat lijkt me echt super vet, maar ik word toch nooit aangenomen. Of ik wil op mijn school de filmopleiding doen, zeg maar. Oké, volgende. Hoi, ten eerste wil ik zeggen dat je YouTube-kanaal superleuk is. En mijn vraag is, hoe vaak heb je Be Brave al ontmoet? Doei! Oké, hoe vaak heb ik Be Brave al ontmoet? Ik denk, als ik het uitreken, iets van 15 keer of zo, is best wel veel. Maar voor mij in een jaar is dat echt niet... Is dat niet echt heel veel of zo? Want ik ben al iedere maand gegaan en dan soms 2 keer. Dus dat is niet zo heel veel. Dan waren dit alle vragen die ik heb binnengekregen op Snapchat en op Instagram. Dan bedank ik je voor het kijken naar deze video. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei doei!